We zijn vandaag in Meijerhoven, een van de grootste en meest populaire bestemmingen van het Zillertal. Het dorp ligt aan het einde van het brede gedeelte van het Zillertal. Als je doorrijdt, rij je omhoog richting de Hintertoekse Gletsjer. Hou er rekening mee dat deze regio zeer populair is onder zowel Nederlandse als Duitse wintersporters. En hierdoor kan het zeker op wisseldagen heel erg druk zijn. Vanaf Utrecht is het zo'n 1000 kilometer rijden. Ik sta hier in het midden van het centrum naast de Penkenbaan, de gondel die je vanuit Meijerhoven naar het grote skigebied brengt. Iedere wintersporter zal deze lift moeten nemen en het kan dus behoorlijk druk worden bij de lift. En niet alleen in de ochtend, ook aan het einde van de dag, want Meijerhoven heeft geen dalafdaling. Het kinderland en de makkelijke pistes voor beginners liggen bij het topstation van de Penkenbaan. Toch kent dit vrij grote gebied ook veel uitdagende pistes. Zoals de beruchte Harakiri, een van de steilste pistes van Oostenrijk. Je zou er ook voor kunnen kiezen om te gaan skiën in het veel kleinere skigebied Ahorn aan de andere kant van het dorp. Een voordeel is dat dit skigebied wel een dalafdaling heeft en het is veel rustiger. Aan het einde van de middag kan je genieten van een heerlijk broodje vlees bij Metzgerij Gasser, vlak naast de Penkenbaan. Daarna kan je direct de après-ski induiken, want daar heeft Meijerhoven genoeg van. Leuke hutten zijn bijvoorbeeld de Broegenstadel of de IJsbar. Je kunt hier in Meijerhoven tot in de kleine uurtjes doorfeesten. Meijerhoven is de laatste 10 jaar behoorlijk gegroeid. Er zijn veel gebouwen bijgekomen en daardoor heeft het dorp wel een beetje aan charme ingeboet. Het zorgt er ook voor dat de kans dat je op loopafstand van de Penkenbaan zit behoorlijk klein is. En het is jammer dat er vaak weinig sneeuw in het dorp ligt. Meijerhoven ligt op slechts 600 meter hoogte en daardoor mis je vaak dat echte wintergevoel. Er is in Meijerhoven heel veel keus om lekker te gaan eten. Maar onze favoriet is toch wel Wirtshaus zum Grina, wat in het oorspronkelijke en oudste deel van Meijerhoven ligt. Je krijgt hier heerlijk Oostenrijks eten voor een goede prijs. Meijerhoven is een veelzijdig dorp waar je goed kunt après-skiën, maar waar je ook nog wel wat rustigere plekken vindt. En dat is best bijzonder in het drukke Zillertal.